Pascal, zondag staat het eerste Eredivisie-duel op het programma met Go Ahead Eagles thuis. Voordat we daar naartoe gaan, eerst iets van eerder deze week. We hebben afscheid genomen van Frederik Mietjeu. Ja. Hoe was dat? Emotioneel. Frederik heeft natuurlijk heel veel betekend voor onze club. Goed ontwikkeld. Mooie stap gemaakt nu naar een Turkse topclub. Maar goed, we gaan hem wel missen bij ons. Ja. Het is natuurlijk dat je dat dan op een gegeven moment misschien ergens kan verwachten na 5 jaar zo'n afscheid. Maakt dat het dan makkelijker? Nou, makkelijker maakt het natuurlijk niet, want hij is nog steeds hartstikke belangrijk voor ons geweest. We wisten wel dat hij natuurlijk ook andere ambities had en ooit hoopte op zo'n stap. Dan is het altijd even de vraag of er dan ook echt iets gaat komen. Vorig seizoen is dat niet het geval geweest. Dan had hij eigenlijk ook al die wens uitgesproken. Ja, en dit jaar is het wel zo gegaan. Ja, dan heb je als vervanger, of tenminste als vervanger, je hebt als toevoeging deze week Richard Libazour erbij gekregen. Ja. We hebben hem ook gesproken. Hij zei, ik heb hele prettige gesprekken gehad met Max en Pascal. Wat voor indruk kreeg jij van hem in die gesprekken? Ja, ook een hele prettige indruk. Richard heeft natuurlijk laten zien in de afgelopen jaren bij Vitesse dat hij tot de top van de Eredivisie kan behoren. Weliswaar op een andere positie. Hè. Hij heeft daar in een driemans verdediging heeft hij gespeeld met hoge en lage wingbacks. Bij ons komt hij voor het middenveld. Daar gaat hij ons helpen en daar gaat hij ons versterken. Maar in de gesprekken die we hebben gehad, prima indruk gekregen van hem. Ja, hij kon er in Dundee nog even niet bij zijn, want hij was ziek. Klopt. Hopelijk is hij zondag natuurlijk beter, want dan Go Ahead Eagles. Dat is in het verleden een doelpuntrijk duel geweest. Kijk maar naar de afgelopen 2 wedstrijden. Die wonnen we 4-1 en 5-0. Wat verwacht je van zondag? Ja, een interessant duel. Nieuwe trainer. Een club die volgens mij vorig jaar het prima heeft gedaan in de Eredivisie. Keurig stand gehouden. En natuurlijk rijken de ambities daar verder om een stabiele Eredivisieploeg te worden. Maar voor ons is het ook weer een nieuw seizoen. Wij willen absoluut beter starten dan vorig seizoen. En Go Ahead Eagles zal de eerste zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja, wat je zegt, inderdaad, de vorige seizoenstarten waren niet altijd even optimaal, om het zo te noemen. Hoe kan je dat toch positief omzetten en ervoor zorgen dat dit seizoen niet gebeurt? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je begint in een voorbereiding. De voorbereidingen van de voorgaande seizoenen waren ook naar tevredenheid. Weliswaar 2 jaar geleden was het een beetje moeizaam, maar vorig seizoen hebben we een goede voorbereiding gedraaid. Als je kijkt naar vorig seizoen, waren de wedstrijden waarin we de punten lieten liggen, ja, als vaker gezegd, hadden allemaal hun eigen verhaal. Het waren bijzondere wedstrijden met best aparte uitslagen. Maar desalniettemin verlies je een hoop punten en ben je eigenlijk vanaf het begin alweer aan het inhalen. En ja, dat is iets wat we nu ten koste van alles willen voorkomen. Dus dat helpt. Hè. Dus de mindset om dat te willen voorkomen is absoluut heel belangrijk. Ja, en ik hoop gewoon dat de ploeg er gewoon nu beter voor staat om zo'n Eredivisie begin goed op te pakken en te zorgen dat we de nodige punten pakken en goed in de wedstrijd blijven zitten.